Erfgoedinstellingen beheren een schat aan informatie. Steeds meer daarvan is digitaal en beschikbaar via hun eigen websites. De volgende stap is het onderling verbinden of linken van al die informatie. De techniek die dit mogelijk maakt is linked data. We hebben ook gemerkt dat door koppeling met andere bronnen echt een meerwaarde ontstaat. Bijvoorbeeld de koppeling met de sociale beroepsklasse die het IISG beheert. Waardoor we nu een sociaal-demografisch beeld van het dorp kunnen tonen, wat we tot nu toe nog niet konden. Benieuwd naar het volledige verhaal? Kijk op www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/linkdata.